Goedemorgen allemaal. Vandaag is het Palmzondag. Palmzondag, wat is dat ook alweer? Het is de laatste zondag voor Pasen. En men gedenkt dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Was het Jeruzalem? Ik weet eigenlijk niet of het Jeruzalem was, maar... De Joden die op dat moment in de stad waren, verwelkomden Jezus op een ezel als hun koning. En ze gebruikten palmbladeren als stortapijt en om te wuiven naar Jezus, terwijl hij de stad binnenkwam. Vandaar dat het ook wel Palmzondag wordt genoemd, of Palmpasen. Laten we eens een palmboom tekenen, of palmtakken. Doe je mee? Ja, vandaag is het Palmzondag. En Palmzondag, toen kwam Jezus Jeruzalem binnengereden op een ezel. En werd daar verwelkomd als de Messia, de koning van Jeruzalem. En de mensen zongen Hosanna en waaierden met palmtakken. Vandaar dat het Palmzondag heet, de zondag voor Pasen. Laten we eens een palmtak gaan tekenen. Want hoe ziet zo'n palmtak eruit? Nou ja, dat zijn lange takken. Zo. En er zitten allemaal hele fijne, lange blaadjes aan. Het is toch niet zo'n eenvoudig blad om te tekenen. Ja, gaat hier al een beetje fout. Ik kan een beetje het vel omdraaien. En dan doorgaan zo. Ze komen er nu al een beetje te dichtbij, hè. Dat is dat op zich niet zo erg. Maar het moet natuurlijk wel op een palmtak blijven lijken. En het moet geen dennennaald worden. Daar lijkt het natuurlijk ook een beetje op. Hè? Zo. Nou, ik vind het toch best wel een mooie palmtak zo. Dan zo wat bewegingen. Dan hebben we een wuivende palmtak. Je kan natuurlijk ook nog gewoon inkleuren. Je kan er meerdere gaan tekenen. En palmpasen. Ik zou zeggen fijne zondag. En teken ze. Tot morgen!